Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. We zijn laatst bij de Albert Heijn geweest. Daar vonden wij dat de beste fonteinen lagen in de schappen. In deze tijd zijn enkel bij supermarkten nog vuurwerk te vinden. En wij gaan nu even naar de Plusmarkt. Ik denk dat dit de laatste, echt de laatste supermarkt is die nog verkoopt momenteel. Dus daar gaan we nu even naartoe om te kijken hoeveel ze hebben en of het daar ook zo chaos is. Pakketjes. Hier knetterlinten. Neem me ook even erbij, mijn car staat daar zo. Maar echt veel mensen die hier al hebben leeggehaald. Hier de kortsluiters, daar is nog maar één pakje van. Ik weet niet wie van jullie nog moet hebben. We hebben. Okay. We hebben het kapot, joh. Ook daar chaos. Ik moet je zeggen, we hebben daar wel een aantal dingen gehaald. Jullie hebben het kunnen zien. Ik heb niet heel veel kunnen filmen, omdat het helemaal druk was met kinderen eromheen en zo. Dus dat is altijd, ik weet niet, het is gewoon bizar dit jaar. Dat er zoveel mensen voor kat 1 naar supermarkten gaan. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat bij de Plusmarkt wel bijzonder vuurwerk ligt. Maar de prijzen die liegen er niet om. Want we hebben hier het bonnetje. En als jullie hier bijvoorbeeld meekijken, dan kosten die knetterballen bijvoorbeeld 3 euro. En dat is gewoon dit zakje. Oh. Die je bij de Big Bazaar ook hebt, voor 1 euro. Acht stuks. 8 stuks voor 3 euro. Nou, we hebben dus knetterballen. Daar zijn we zeer zuinig op. Volgens mij zit er goud in. Ja. We hebben dit pakketje. Ai. Dikke blokken. Dikke blokken, inderdaad. Ardy. Ardy, waar is dat van ook weer? Weet ik, man. Ik heb deze niet heel vaak gehad, maar die hebben we. Leuk, even alles op de tafeltennistafel zetten. Tafeltennistafel. Deze hebben we. We hebben. Strobe Flash. Strobe Flash. Oh, je hebt een heel pakje. Ja, ik weet niet, man. Wat is dit dan? Ik vond het er lachen uitzien. Oh. Ook stom. Nou, die hebben we nog nooit gehad. Dus ik dacht van, die halen we gelijk. Lijkt op die bonbonnetjes of zo. De kortsluiters. Altijd lachen. Een soort van knetterrotjes. Zullen we daar even mee beginnen? Met de MyPlasma aansteker, jongens. En als we toch in de trant praten van voor de laatste keer en de laatste kans iets bestellen, bestel deze aansteker via MyPlasma.nl nog. Kortingscode PIRATEAMDELF2 is echt de allerlaatste kans, jongens. Als jullie hem nu niet bestellen, hebben jullie voor oud en nieuw niet meer in huis. Dus als je nu voor 5 uur bestelt, ga je hem zeker nog met oud en nieuw in huis hebben. En ze hebben ook nog de stick op voorraad. En we steken weer af met de Classic Mat Zwart. Gaat al een tijdje mee, hè, deze? Die gaat inderdaad al een tijdje mee. En dat doen we nu eventjes. Met de rotjes. Hè? Kat 1 blijft wel een beetje onvoorspelbaar soms, hè? Ja. Zo. Ah, je schiet gewoon naar me toe, Rick. Zo. Hé, dat was hard, gas. Doe dat nog eens. Leg hem eens hierin, in deze. Las. Nee. Ja, werpen is niet jouw sterkste vak, hè? Hele gekke dingen. Hele gekke dingen. Komt van het kort, toch, ja? Ja, maar we hebben al een keer kortsluiters gehad en die deden toen niet dit. Levensgevaarlijk. Lijkt een beetje op de zilvercrackers van de Zena. Althans, de grote. Die heb ik hier trouwens echt wel afgestoken. Besef hoeveel pakken je hiervan hebt. En dan doen we toch alles tegelijk. Stik je wat pakje in de fik. Lekker regen ook. Oh! Hey, dat is wel lachen. Oprecht. Of deed er gewoon eentje dat omdat hij in de war was? Vuurwerk wat in de war is. Nou, dan gaan we deze even doen. PTSD. Hier staan we mee om 12 uur s'nachts. Toch? Ja, besef vorig jaar met compound, dit jaar met disco flash. Het verschil moet er zijn. Lekker weertje. Water, kom op. Heerlijk, lekker weertje. Oh ja.
Voor mijn nossa. Ik vind ze wel lachen daarentegen. Alle kortsluiters die we nog hadden bij elkaar gelegd. Eén disco flash erin en die leggen we zo neer, toch? Ja, zeg maar. Ik zou hem eerst aansteken en dan erin leggen. Oh, ja, gast. Kom op, hé. Dat was zo hard. Ultra dure knetterbal. Zijn dure dingen, man. Ja, en hier zit niet eens lont bij. Nee, er zat geen lontje bij. Dus we zijn onder een afdakje gaan staan. Besef. Goed puur onder een afdakje. Hoeveel euro was dit? 40 of zo, man. Bij nee, elkaar. Deze. 3 euro, hier. Hier, weer geen lontje. Troeper. Een euro per knetter, wel, lijkt wel zo. Wat is dat voor weer, joh? We hebben heel veel van die flitsers. Ik wist niet dat dit gewoon allemaal losse pakjes waren. Dus ik vond het een beetje onnodig om dit allemaal per stuk af te steken. Dus hebben we er even een heksenkring van gemaakt, jongens. Dat is Duits, Nico. Ja, het zijn Duitse flitsers. Uit Berlijn. Steek eens even eentje aan, voor de gein. Yes. In het water. Nou, mooie dingen, man. Valt er gek omheen. Lastig. Ja, maar om hier nou mee in Berlijn te gaan staan? Hier, kom. Ja. Heksenkring. Heksenkringetje. Zo. Ja, kan die? Ja. Ja, die gaat goed. Ja, ja. Ja. Als het goed is komen er nog een paar knetters bij, toch? Yes. Zo. Heel veel rook ook. Zo. Dus we zijn weer terug. Het heeft keihard geregend. Kijk die plassen allemaal. Hey. Nou, dat zijn ook shampootjes. Dikke blokken. Nou, steek maar aan. Kijk hoe de fonteinen zijn van de Plusmarkt. Plusmarkt. Ai, ai, ai. Nou, die zijn in ieder geval met knetter, man. Nou, op zich wel nice. Ja. Vooral als je die van de Aldi dit jaar bekijkt. Hey, ik weet niet wat je hebt besteld, maar... Zet maar neer, man. Tequila? Aldi vuurwerk. Tequila. Hey, was dit niet Frans? Ja, dat klopt. Ja, toch? Frans vuurwerk bij de Plusmarkt. Hey, man. Gast. Nou, wel krachtige fonteinen, maar... Wel een mooi sfeertje nu. Dat het die moet rood zijn. Die moet rood zijn. Oh, mooi man. Ja, die is wel mooi hoor. Oh. Ah, Jood. Gast. Ik steek mijn hand aan, hè. Wow. Geen slechte fontein, ik zeg je eerlijk. Een beetje aparte effectjes. Ik pak mijn vinger aan, joh. Ja, ga weg. Ga weg. Ai, ai, ai. Oké, doe maar. Oké. Wel harde knetten, man. Ja, we hebben echt veel van die dingen. Even kijken. Zo doet hij dat, kijk. Met die rook. Ja jongens, dat was weer de video van vandaag. We hebben bij de Plusmarkt gehaald. Ik ben benieuwd of er in jullie regio nog steeds winkels zijn waar ze ook op voorraad zijn. Ik krijg heel vaak de vraag of er nog een levering komt bij de Aldi. Bij de Aldi zouden ze op de 28e nog een levering krijgen. Dus mocht je daar nog ratelinten willen scoren, wees er de 28e bij.
Ik zou dan wel heel erg vroeg gaan, want jullie weten hoe populair het is. Dit gaan we even opruimen nu. Yes. Want zo kunnen we het natuurlijk niet achterlaten. We doen het altijd netjes in een zak en dan gaat het een prullenbak in. Morgen gewoon weer video, jongens. Oud en nieuw komt eraan. We gaan shoppen. Gewoon zoals altijd. Collectievideo komt er ook aan. En op 1 januari komt gewoon de vuurwerkcompilatie. We gaan ons best doen om voor jullie gewoon volwaardige video's te maken. Thanks voor het kijken en ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video.